Op woensdag 1 april 2015 wordt de bevrijding van Doetinchem herdacht, 70 jaar na de Tweede Wereldoorlog. Kip den Broning, de club die de Final Push organiseert, arriveert er met 150 voertuigen uit die tijd. Uiteraard vindt de herdenking zelf plaats bij de Sherman Tank in het Canada Park. You get the pins? Yeah, pins too? Yeah, okay, yeah, you got the pins, wonderful. Kip den Broning volgde de route die de Britse en Canadese bevrijders in de lente van 1945 ook aflegden. Ze zijn ook zoveel mogelijk op dezelfde datum in die plaatsen waar de bevrijding begon. Op zondag 12 april wil men afsluiten in Groningen. We zijn hier bij elkaar om 70 jaar bevrijding te vieren. Mijn naam is Henk Grote. Vooraf wil ik beginnen aan te geven dat zo'n happening niet mogelijk is zonder de steun van diverse vrijwilligers. En dat zijn Keep Them Rolling met de Final Push 2015. Inderdaad, een applaus. De Pipes and Drums of the City of Apeldoorn, die ons ook muzikaal ondersteunen. En aan mijn rechterkant, voor uw kijkers over het algemeen links, ziet u de Royal Canadian Legion Branch 005. Om ons te ondersteunen en te herdenken. Dan wil ik eerst graag het woord geven aan de burgemeester van Doetinchem, burgemeester Joosten. Dames en heren, ladies and gentlemen. We staan hier aan de start van een heel bijzonder onderdeel van de bevrijdingsroute. Het stukje Liberation Route door de Achterhoek. En de tank die hier achter mij staat, is de tastbare herinnering aan jonge mannen die uit het buitenland kwamen om ons te bevrijden. En natuurlijk zit er altijd een beetje een dubbel gevoel aan zo'n herdenking. Want de strijd ging gepaard met veel slachtoffers. Een hoge prijs die is betaald voor onze vrede en onze vrijheid. Al die jonge mannen en vrouwen die hun leven in de waagschaal stelden om ons te bevrijden van de onderdrukking. En ik kijk naar Bill. Hij was erbij. En daarom is het belangrijk dat we vandaag alweer naast het moment van herdenking ook een moment nemen die bevrijding. Of liever gezegd nog, onze vrijheid te vieren. Want dat belang is van alle tijden. Want wie kent dan niet de uitspraak, bij Alkmaar begint de victorie. En dan denken we aan de uiteindelijke zegentocht op de Spaanse overheersing, 5 eeuwen geleden. En dat is mooi, maar nu ik hier zo sta, en om mij heen kijk en al die voertuigen van Keep Them Rolling zie, dan krijg ik even dat gevoel van 70 jaar geleden. En ik denk dan bijna onvermijdelijk, in de Achterhoek begon de victorie voor Oost- en Noord-Nederland. Een victorie die begon met een strijd op de stranden van Normandië. Op 6 juni 1944. En Bill kon het net precies vertellen welk strand dat was. Short Beach naast het strand eigenlijk waar de Canadezen kwamen. Een strijd die in Normandië begon. In Arnhem stokte. Een brug te ver. Dan Arnhem over een paar dagen en vandaag hier vieren we die bevrijding, die victorie, die opluchting, die na 5 jaar bezetting en onderdrukking, die victorie, de victory zouden jullie zeggen, de opluchting. Laten we die dagen herleven met voertuigen uit die tijd, met feest, met muziek, ook hier, maar de herinnering aan de komst van de Canadezen nog altijd zichtbaar is. Want
is het waard om gevierd te worden. Dank u wel. Vervolgens gaat het vieren een pontonbrug over de Oude IJssel, waarna een tweede herdenking bij het gemeentehuis wordt gehouden. Doetinchem, de stad die door vergissingen of opzet, het is nog steeds niet helemaal duidelijk, vlak voor het einde van de oorlog, driemaal zwaar getroffen werd. Drie bombardementen legden het oude centrum geheel plat. Een herdenking, opdat wij nooit vergeten.